Ik heb er eentje nog en dan houden we mee op, want we zijn al bijna een uur. Maar er zit er eentje net onder eigenlijk en die is ook 20-25% afgekomen. Nvidia. Maar dat is toch wel een, als je terugkijkt naar de afgelopen 5 jaar, misschien 10 jaar, is Nvidia toch wel het aandeel geweest wat, denk ik, in die chipmarkt en met de ontwikkeling ervan een outstanding bedrijf is geweest, toch? Met unieke kwaliteiten die nu heel veel marktaandeel pakken, ook op allerlei gebieden. Hoe zie jij dit? Want voor mij moeten de cijfers nog komen van Nvidia. Ja, dat komt. Maar hun kwartaal eindigt op 31 januari, dus dat is net pas de afgelopen week. Zal wat later. Zeg maar. Hoe zie je dit bedrijf? Ja, als je kijkt naar Amerika, kijk, waar Intel het stokje heeft laten vallen de afgelopen 10 jaar, heeft Nvidia dat stokje opgepakt. Zeker als het gaat om de serverchips, gamingchips, visualisatie, automotive. Het is eigenlijk de beste chipmaker op dit moment van Amerika. En Intel heeft dus eigenlijk ook nu eigenlijk besloten om zich minder toe te leggen op het gebied van CPU's en GPU's, de graphic processing units, maar meer om een soort TSMC te repliceren met als foundry voor andere Amerikaanse partijen. Dus dat is een productie voor fabless ondernemingen in Amerika kunnen gaan doen. Maar Nvidia dus is eigenlijk degene die daar maximaal garen bij gesponnen heeft. Want als je ziet, zij genereren nu een vrij kaststroom over het afgelopen jaar, zeg maar, inclusief het beschatting dan voor het huidige kwartaal, van zo'n 9 miljard. Dat is 90% meer dan een jaar geleden. Dus een stijging van 90%. En dat komt met name door de gaming. Ze maken onder andere gaming chips die met raytrace capaciteiten je beste experience geven als je gamet op een PC. Maar ze gebruiken ook die hele krachtige chips die dat mogelijk maken in de cloud of in de server datacenter omgeving. En daar zijn ze eigenlijk ook heel succesvol met in hun high performance computing divisie. Dus eigenlijk zijn dat de twee groepen. Ze maken op kwartaalbasis kleine 8 miljard dollar in omzet, waarvan er pak een beet 6,5 vanuit datacenters en gaming komen. En daarnaast doen ze nog wel wat met vehicles. Dan moet je denken aan automotive, maar ook aan drone technologie. Het gebeurt allemaal met stijgende marges. Het gebeurt met stijgende vrije kaststromen. Het gebeurt met actieve overnamebeleid. Alhoewel die laatste overname die ze van plan waren van ARM Holdings. Daar is nu een klein beetje vraag of dat wel door zal gaan. Maar als dat niet doorgaat, dan hebben ze heel veel cash over om naar mij als aandeelhouder uit te keren. Ja. Dus eigenlijk, ja, dit is eigenlijk een aandeel wat permanent in mijn topholdings in mijn portefeuille in België zit. Okay. Leidende innovator in chipmaking land. Ja. Hebben zij nog even kort naar Intel? Intel die zegt nee, die zijn op achterstand gezet. Ze gaan nu natuurlijk heel veel investeren en ja, de markt is natuurlijk extreem goed nu voor chips. Hebben zij, want het aandeel staat 10 keer de winst of zo, hè, Intel. Is er voor hun een mogelijkheid om die achterstand in te lopen? Of zeg je van, dit is, ze zijn te laat? Nou, ook hier zeg ik wederom, zeg nooit nooit. Maar het wordt wel een hele uitdagende periode. Want net als dat IBM het verloren heeft van Microsoft. Ja. Het ging eerst geleidelijk en uiteindelijk werd het voor de hele markt steeds duidelijker dat daar een soort tweedeling in ontstond. Denk ik dat het ook tussen Nvidia en Intel aan het gebeuren is. Intel maakt nog steeds voor de laptops en de PC's natuurlijk je processor. Dat doen ze nog steeds en dan in concurrentie met bijvoorbeeld AMD. En AMD wordt daar ook steeds beter in. Maar op servergebied, daar waren ze altijd zeer dominant. Maar daar worden ze nu echt wel voorbijgestreefd door Nvidia. En hun intentie om een foundry te worden, daarvoor zullen ze TSMC en Samsung moeten beconcurreren. Ja. Ja, die besteden bijvoorbeeld nu 40 miljard dollar per jaar aan CapEx investeringen, inclusief fabrieken. En Intel doet 20. Ja, dat is de helft, maar ze willen eigenlijk TSMC wel in hebben gehaald in 2025. Dus dan zou je eigenlijk een veelvoud moeten investeren van TSMC om überhaupt die technologie stap de komende 3 jaar te maken om ze in te halen. Nou, ja. Ik denk dat dat echt een onmogelijkheid is. En in de tussentijd vind ik Intel, omdat ze zoveel geld moeten investeren vanuit hun vrije kaststroom, die ze niet aan mij als aandeelhouder kunnen uitkeren, met een, laat ik zeggen, twijfelachtig succes achteraf, of dat gaat lukken. Ja.
ja, voor mij zit ik liever in TSMC en in Nvidia of in Europa in STMicro of in de Scandinavië in Nordic Semiconductor dan in Intel op dit moment.